tegenwoordig de kranten openslaat en dan zie je gelijk dat het veranderende klimaat het onderwerp is dat heel veel mensen bezighoudt. Deze tentoonstellingen zijn een harde wake-up call. Diederik, je bent de conservator van Strijd om het IJs. Mm-hmm. Wat gaan we daarin zien? De tentoonstelling gaat eigenlijk ook voor wat we wisten van de Noordpool, wat we erover dachten en wat we deden. En dan vooral de Nederlanders. We weten allemaal dat het niet de vraag is of het 3 meter gaat stijgen. De vraag is wanneer het 3 meter gaat stijgen. Als wij ons houden aan de Parijse agreements... Maar dat gaat nooit gebeuren. We gaan het nooit halen, de klimaatdoelen. Nooit. Dat is altijd maar, dat moet zo positief blijven, omdat dat gemakkelijker voelt. Het is gewoon vet ongemakkelijk, we gaan het niet halen. Daar gaan miljoenen mensen wereldwijd last van hebben, die op de vlucht gaan raken. En wij in Nederland, ja, wij moeten inderdaad onze dijken verhogen. APPLAUS.